Hartelijk welkom bij weer een video over iets hobbymatigs. Dit keer weer een unboxing video. Het zal voorlopig wel de laatste zijn, want met de dingen die ik daar maar heb aangeschaft zijn niet alleen de financiële resources een beetje uitgeput, maar heb ik voorlopig ook genoeg werk om weer dingen te leren en dingen te gaan doen. We gaan een unboxing video doen. En dat wel in dit geval van een laser engraver. We gaan het zo meteen zien. Dit gaat zijn de Ortur Laser Master 2 15 watt. En die heeft een output van tussen de 3,5 en de 4,5 watt als laser engraver. Je kunt daar ook materialen mee snijden, maar dat zal doorgaans lichte houtsoorten zijn en ik denk tot een millimeter of drie, niet veel meer. Maar dat is eigenlijk ook niet mijn hoofddoellijn. Mijn hoofddoellijn is weliswaar wat snijwerk, maar dat is dan eerder karton als wat anders. Maar eigenlijk gewoon kunstzinnig bezig zijn, leuke dingen maken, mooie dingen maken. Wij gaan een unboxing video doen. Dus ik ga overschakelen naar het beeld dat u de tafel gaat zien. En dan gaan we kijken. Zo, dit is de doos. Hij is niet erg zwaar op zich. Alleen, maar goed, hij is wel zwaar, maar niet extreem zwaar. Er zijn voldoende video's online over het bouwen van dit apparaat. Ik ga dus het bouwen wel filmen, maar ik ga er geen commentaar bij geven. Maar we gaan hem eerst maar eens unboxen. Je ziet overigens hier achter allemaal dingen klaar liggen. Want er zijn ook wat verbeteringen en dergelijke aan te brengen die je met een 3D-printer kunt realiseren. Zaken als dat we hem op een houten plaat gaan monteren, de voetjes daarvoor, of kabelgeleiders om de kabels niet over het object te laten slepen wat je aan het graveren bent. En nog wat andere kleine dingen. Laten we gaan unboxen. Ik ga de doos openmaken. Gaan we eens even kijken. Hij is besteld bij AliExpress. Ik heb er echt heel goed op gelet in verband met invoerrechten dat hij geleverd werd uit een Europees warenhuis. En er zijn dus leveranciers op AliExpress die dit laten leveren vanuit Tsjechië. En daar komt dan ook deze vandaan. Tenminste, als ik het verhaal moet geloven, want als ik op de doos zelf kijk, of op de verpakking waar die in zat, dan staat er dat de verzender een Duitse firma is. Nou ja, goed. Als die maar uit Europa komt, want dan betaal je geen invoerrechten. Invoerrechten is tegenwoordig boven de 150 euro zo'n beetje voor de meeste producten. En deze zit daarboven. Deze kosten iets van 209 euro's. Nou, een stuk foam. Moet eraf halen. Begint met een aantal paperassen. Even kijken. Certificaat. Voor het product. Wat heb ik hier? Geen idee. Oh, nog zoiets. Lijkt me een kopie. Als ik het zo bekijk. Oké, prima. Oké. Dat is wel interessant. Het betekent dat hij zeg maar binnen de normen valt van de Europese Unie. Het is wel aardig dat ze dat erbij zit, zeg maar. Nog zo'n certificaat. Maar dat gaat over de, als ik het zo bekijk, over de laser safety glasses. Dus over de bril die erbij zit. Want als je met laser gaat werken, moet je een beschermende bril op. En wat hebben we dan hier nog? Een stukje over de bedrading. Die houden we ook in de buurt, want misschien dat we die nodig hebben bij de bouw, weet ik nog niet. Er zijn overigens straks een hele goede film, want we zien ook hier dat er een QR-code is die ons gaat brengen richting de bouwhandleiding en dergelijke. Ja, oké, prima. Dit leggen we even aan de kant.
krijgen we een klein zakje met allemaal onderdeeltjes. Een kwastje, wat tie wraps, plaatjes, wat ellentjes, wat schroeven en dergelijke, bouten. Allemaal aanwezig. En dit zijn testplaatjes om te kunnen testen op het, met de laser. Nog zo'n plaatje of zo'n zakje met onderdeeltjes. En dit is een endstop. De riemen, de pootjes en de houder waarop straks de laser komt te zitten. Dit dingetje, dat heb ik toevallig een filmpje over gezien op het internet. Dat is eigenlijk om de kabels door kabelgeleiders heen te halen. En we zullen zien dat ze daar al in zitten zo meteen. Dus dat gaan we zo meteen vaststellen. Dus dat is een tweede gedeelte daarvan. Even kijken wat we dan hebben. Dan krijgen we die safety bril. Die heb je dus nodig natuurlijk, dat is ook duidelijk. De laser zelf. Even kijken of ik dat goed zeg. Is dat het gelijk het volgende wat we uithalen? Of is dat... Ja, de laser zelf met een ijzeren blokje daarin. Dat kun je nu nog niet zien. Als ik hem ga bouwen, zal je dat kunnen zien. Hij zit hier. Dit is namelijk een laser met een vaste fixatie. Dus je hoeft niet aan de lens te draaien om hem scherp te stellen. Hij wordt scherp gesteld door de hoogte waarin die wordt geplaatst. En voor dat dingetje heb ik ook iets geprint. Zodat we die niet kwijtraken, zodat ik hem op de laser kan monteren, kan hier die stalen cilinder in gedaan worden. Dit is de laser. Leggen we ook aan de kant. Dan krijgen we een steppermotor. Kennen we vanuit de 3D printen, CNC frezen, steppermotors. Er is er eentje nodig in dit geval. Ik dacht dat het een eentje was, ja. Weet ik eigenlijk niet zeker. Ik zal kijken, maar volgens mij is het eentje. Die moet gemonteerd worden straks. Even kijken. USB-kabel. Want hij heeft geen wifi. Hij heeft ook geen SD-kaartslot. Dat betekent om hem te gebruiken moet ik hem aansluiten op een PC. En dan vanuit de software draaien. Hij kan overigens op twee soorten software draaien. Dat is het gratis GRBL. Maar veel mooier. Alleen dat is wel een betaald gebeuren. Is Lightburn. Lightburn. Ze zeggen dat je bij het apparaat een maand testversie krijgt. Nou, dat is natuurlijk flauwekul. Want als je naar Lightburn gaat, dan krijg je sowieso een maand testversie. Maar na een maand moet je ervoor betalen. De kosten daarvan liggen rond de €50. En dan krijg je de updates, ik dacht een jaar gratis. Je kunt het overigens wel blijven gebruiken. Alleen als er daarna upgrades uitkomen, dan moet je daar weer voor betalen. En dat is dan iets van €25 of zoiets. Oké, en dan heb je weer een jaar subscriptie. Even kijken, want dan moet ik even opletten. Nu krijgen we de as waarop straks de laser gaat draaien. Keurig in plastic verpakt. Hier gaat de laser op draaien. Eigenlijk aan deze kant, dus dit is de voorzijde. Dit gaat de voorkant worden, want hier wordt de laser op gemonteerd. Gaan we zien als we hem in elkaar gaan zetten. Even kijken, de stroomvoorziening. Met een Europese stekker, dat moet je natuurlijk aangeven bij de bestelling, logischerwijze. Anders komt het niet goed. Dan de complete bekabeling, en die is eigenlijk al in elkaar gezet. En dat ziet er heel raar uit. Want we zien dat het eigenlijk bestaat uit een soort van gesplitste eenheid. Leggen we weg. Dat is het laatste wat we namelijk monteren zo'n beetje. Ongeveer het laatste. Dan de houder voor de en het moederbord van het apparaat. Die komt aan de voorzijde te zitten met onder andere zijn USB-slot. Zijn stroomvoorziening. Zijn powerbutton en zijn resetbutton. En het moederbord zit erachter. En dat is een goed moederbord, heb ik begrepen. Want ik heb me ingelezen op dit apparaat. En dit schijnt echt een heel goed apparaat te zijn. Een groot voordeel, mocht het allemaal niet voldoende zijn, zeg maar, dat je zeg maar, op een gegeven moment vindt dat je te weinig stroom en dergelijke, te weinig wattage uit die laser krijgt. Je kunt simpelweg de laser upgraden. En dat kan zelfs met een laser van een ander merk. Bijvoorbeeld van Neijay. En Neijay heeft tegenwoordig al 80 watt lasers.
input dan, hè? En dat betekent output, want dat is dan een dubbele laser. Met een, die is zeg maar, dit is een enkele laser, dit zijn dubbele lasers. Dus twee laserstralen zeg maar, die tot één als het ware versmelten. Maar dan ben je wel een, ook weer een 2.500 euro daarvoor kwijt. Maar 40 watt zou bijvoorbeeld wel interessant zijn. Dus van 15 naar 40 watt is al een aardige upgrade. En dan ben je iets meer dan 100 euro kwijt. Dan krijgen we de aluminium extrusies. We kennen ze vanuit het 3D printen en vanuit andere hobby's. En daar gaan we het apparaat mee in elkaar draaien. Kijk even of er nog wat in de doos zit. Nee, de doos is leeg. Die gaat dus in de zijkant. Dan ga ik het even uit zijn plastic halen, zodat we het ook echt even gaan zien. We beginnen even met die plastic extrusies. Dat is dus zeg maar ook het framewerk van deze laser. Straks. Hij kan overigens 40 centimeter tot 3, bij 43 centimeter kan die maken, kan die gebruiken. Als hij dat helemaal haalt is even een tweede. Maar dat is wat de specs zeggen. Vandaar dat ook de vier ijzeren extrusies niet dezelfde maat zijn. Dit zijn dus 40 centimeter en dit is 43 centimeter. Of dat precies ook voor de maat 4 van klopt, weet ik niet. Maar je ziet dat daar het verschil in zit. Ik voel als ik ze eruit haal, voel ik zeg maar, als het ware mijn handen, ja, en er zit ergens iets opgesmeerd of zo, laat ik het zo zeggen. Wat wel interessant is, dat ik even kan kijken of die er ook aan oppast. Want dat is dan ook iets wat dan straks gaat gebeuren. Even kijken. Ja, dat past erop. Moet je wel even wat kracht voor zetten, maar dat is eenmalig. Nou, die bekabeling die leg ik even apart. De bril, nou, die is niet meteen nodig, dus die gaat sowieso apart. We gaan even de grote as eruit halen. Nogmaals, ik bouw hem niet gelijk in elkaar, dat doe ik in de volgende video. Die as die zit ook al in elkaar, deze. Al zie je daar duidelijk aan dat de riem zeg maar, strakker gesteld zal moeten worden. En dat zal een onderdeel van de bouw zijn. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat volgens mij hier de kabel zeg maar, als het ware nog overheen komt te lopen. Want hier komt straks die steppermotor op te zitten. Die ik ook gelijk aan de kant leg. Dus dit is de, noemen ze de X-as volgens mij, hè? Als ik goed heb. Schoonvoorziening kunnen we gelijk even uitpakken. Die gaat natuurlijk sowieso nodig zijn. Zo. Moederbord. Overigens zegt men dat men dit ding in een kwartier in elkaar kan zetten, maar ik neem aan dat het dan iemand is die dit al 80.000 keer gedaan heeft. Dit is het moederbord van de Arthur. Ik leg het bewust boven aan de tafel aan de kant, want ik ga die ruimte nodig hebben om het in elkaar te zetten straks in de volgende video. Maar ik maak daar twee video's van. De USB-kabel had ik even ingepakt, zit even nog niet nodig. Nou ja, wat resteert zijn met name deze kleine onderdelen. De laser leg ik ook even aan de kant. Dat zijn de kleine onderdelen. Daar gaan we gelijk even naar kijken. Een ladingje tie wraps. Nou, mochten die op zijn, die heb ik zelf ook nog wel liggen. Kwastje, dat is eventueel om een groef schoon te maken, want met laser ingreven, met name in hout, dat gaat natuurlijk branden. He, dus je krijgt brandvlekken daarop. Dan die plaatjes om te testen. Die doe ik alvast weer terug hierin. Ook dit plaatje is volgens mij een testplaatje, maar dat ga ik straks wel zien bij de bouw. Want hij kan natuurlijk ook graveren in kunststoffen en in acrylic. Kunststoffen wel even oppassen. Als het stoffen zijn waar PVC in zit. PVC, als je dat gaat branden, dan ontstaat er chloorgas. En dat is wat in de Eerste Wereldoorlog gebruikt werd. Nou, dat wil je natuurlijk niet in je huis hebben natuurlijk. En je zult sowieso voor goede ventilatie moeten zorgen dragen. En dan krijgen we alle, nou het kwastje gaat ook even daar weer terug in. Dan krijgen we alle schroefjes. Die pak ik even uit, zodat ik ze kan sorteren.
Want dan kan ik ze zo meteen gaan vergelijken met de lijst van alles wat erin zit. Dus ik doe dat gelijk eventjes een beetje sorteren. En dit is eigenlijk alles wat je nodig hebt om dat apparaat in elkaar te zetten. Dat is eigenlijk bijzonder weinig. Even kijken, daar moet er nog een van zijn, ja. De sleutel, de Allen keys. Hier hebben we er nog een paar van. Eén, twee. Dan hebben we wat grote schroeven, een stuk of vier. En een paar van die sliders. Kennen we eigenlijk ook wel een beetje uit de 3D-printer en eventueel uit de freesmachine als je die toevallig mocht hebben. Drie ringetjes en zes hele kleine schroefjes. Zo. Ook aan de zijkant gelegd. En dan hebben we als laatste deze onderdeeltjes hier nog. En dat bestaat dus uit een tweetal riemen. Het extrusiestuk waar de laser op gemonteerd gaat worden. Nou, deze is er eigenlijk voor om dit soort materiaal om kabels heen te krijgen. Zullen we er waarschijnlijk niet nodig hebben, dus ik doe hem in die andere zak. En waarschijnlijk heb ik die niet nodig. Deze is natuurlijk wel het eindstop. Die hebben we wel nodig. En last but not least wat pootjes. Je zult je afvragen waarom maar drie. Dat zijn er maar drie. 1, 2 en 3. De reden daarvoor is dat de vierde zit op het moederbord. Dus vandaar dat het er maar drie zijn. Nou, dit was de unboxing video. Ik hoop dat je het leuk vond. De volgende video gaat over het in elkaar zetten. En die ga ik natuurlijk nu zo meteen maken. Of die vandaag al online komt, dat weet ik nog niet. Tot de volgende keer. Dag.